Dierbare landgenoten, ik val bij u met de deur in huis. De kerstrede van het staatshoofd op de nationale televisie werd ingeleid met de woorden Hare Majesteit. Wanneer deze introductie had plaatsgevonden door de opperstalmeester of de hofkok, in elk geval door een lid van het paleispersoneel, dat de orde uitvoert, heb ik daar nog vrede mee gehad. Wanneer echter een door de gemeenschap gefinancierd bedrijf als de NOS zich identificeert met een belachelijke en dus terecht omstreden aanspreektitel, is een republikeins protest op zijn plaats. De NOS heeft geen partij te kiezen in de strijd tussen monarchalen en republikeinen. Zoals altijd wordt echter ook nu weer gedaan alsof het Nederlandse volk louter bestaat uit leden die het woord majesteit voor in de mond besterven ligt. Alsof mevrouw Amersberg en haar familie, inclusief de Bernards, de Mabels, de Zulgeta's, van het bijzondere makelij zouden zijn. En alsof moderne mensen niet de mening zijn toegedaan. Ik citeer hier het plakkaat van vervallenverklaring door de Staten van 26 juli 1581. Dat de onderdanen niet en zijn van God geschapen ten behoeve van de vorst, maar dat de vorst geschapen is om de onderzaten willen, zonder de welke hij geen vorst is. Republikeinen spreken recht toe recht aan. Niet van majesteit, maar van mevrouw Amersberg. Zoals er in het dagelijkse leven ook bij de burgerlijke stand en bij de rechters geschiet. Voor wie iedereen burger is. Punt uit. Vaak wordt gezegd, gedacht, dat het alleen maar republikeinse pesterij is om de leden van de familie Amersberg met meneer en mevrouw aan te spreken. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik er moeite mee heb om een medeburgeres die zich zo ver verheven boven het volk, haar volk, voelt, in die dwaze veronderstelling te steunen. En dat geldt in gelijke mate voor de zogenaamde koninklijke hoogheden, zoals de nationale voorleestante Nicotine, het ongelooflijke vliegbeest Mabel, het geld- en machtgeile vuifnummer Zorgieta en haar kapitein Iglo met hun onvoorstelbare arrogantie. Het zijn echter vooral primair de gekwetste gevoelens van democratie en gerechtigheid die republikeinen ertoe brengen om deze familie als gewone burgers te bejegenen. Trouwens, niet de republikeinen zijn die provocatie begonnen. Niet zij voelen zich superieur en niet zij gedragen zich als door God gezonde verkondigers van een nationaal bindmiddel naast de liefde, armoede en het milieu. Als er één familie in Nederland is die ten aanzien van genoemde deugden eens het eigen geweten moet raadplegen, dan is het wel die van de Amersbergers. Er is geen enkele familie die de natie zozeer verdeelt als die van mevrouw Majesteit. Die naaste liefde verkoopt als middel om sympathiek te worden gevonden. Die zelf te gierig is om de eigen belastingvrijdom op te heffen ten bate van de ontelbare armen in het eigen land en wereldwijd. En die ook nog volledig overbodige, luxe vakantie snoepreisjes maakt, alleen ten faveure
van zichzelf en daarmee het milieu onnodig belast. Maak dus dat je wegkomt, familie Appelsberg, met je arrogantie en je egoïsme en je mooie kersttoespraken. In tegenstelling tot die deftige en arrogante en stinkend rijke mevrouw Appelsberg, die stampvoet en met de vingers knipt om haar zin door te drijven, ben ik een simpel, daarom niet minder ontwikkeld, burger die zich niets verbeeldt, niet deftig spreekt en alles behalve zwelgt in luxe. Bovendien denk ik, als tegenstander van elk nationalisme en alle redeloos geweld, immer aan de puur menselijke gevolgen van oorlogen of, zoals het tegenwoordig heet, menslievende vredesoperaties voor de burgerbevolking en de soldaten van de tegenpartij. U moet eens proberen een kijkje te nemen op militaire vliegvelden, waar vandaan die menslievende hulp vertrekt. De menslievende hulp die bestaat uit JSF's, bommen, mitrailleurs, helikopters, granaten, tanks, afweergeschut, atomaire artillerie en andere kanonnen, nodig zogenaamd om scholen, ziekenhuizen, kerken, verzorgingstehuizen, arbeiderswoningen, water- en elektriciteitsvoorzieningen te bouwen. Nog nooit heb ik van mevrouw ook maar één woord van protest gelezen tegen die militaire waanzin, tegen het misbruik van de Nederlandse taal en tegen de dood van duizenden onschuldige slachtoffers. Wel laat zij haar zoon, van wie republikeinen niet willen dat hij het volgende erfelijke staatshoofd wordt, haar zoon laat zij daar fantasie bezoeken afleggen. Misschien begrijpt mevrouw nu ook beter de vervreemding die er tussen volk en zijn bestuurders heeft plaatsgevonden. ProRepublica heeft de stellige overtuiging dat er in het tegenwoordige Nederland ook de prinsen, ook de koningen inzien dat hun leven en dat van de staat onontkoombaar onderworpen is aan de eeuwige wet van sterven en ondergaan. Wellicht zal het als de grootste verdienste de familie Appelsberg aangerekend worden dat zij in 2011 vrijwillig afstand deed van haar macht, rechten en bezittingen. Meer dan het stoffelijk verlies zal een dergelijke abdicatie, die ook een schuldbekentenis impliceert voor alles wat er verkeerd gegaan is in de koningsrijksgeschiedenis sinds 1815, echter morele winst opleveren. De wetenschap dat men daarmee schoon schip maakt met alles wat gewelddadig, nationalistisch, ondemocratisch, leugenachtig, misdadig en onoprecht was in deze 200 jaar lange geschiedperiode. Natuurlijk is een groot deel van het Nederlandse volk historisch genoeg geschoold om te erkennen dat alle opgesomde nare zaken niet alleen de schuld van het vorstenhuis zijn geweest. Het heeft er echter wel het meest van geprofiteerd en heeft te weinig stelling genomen tegen onrecht, criminaliteit, oorlog, bewapening en armoede. Door nu de monarchie vrijwillig op te geven, bewijst mevrouw Appelsberg haar familie, Nederland en de wereld de grootst denkbare dienst, waarbij mijn gedachten ook nog uitgaan naar die drie hummels die geen mens het leven van een Wilhelmina, Juliana
of Beatrix zal willen aandoen. Mevrouw Amersberg, ik wens u oprecht vrede op aarde toe. Heel veel minder egoïsme en bovendien het nederige besef dat er aan u en uw familie te veel schort om u zo superieur te wanen. Luisteraars, anders dan de gestileerde, deftige, arrogante, moraliserende en belerende kerstredes van mevrouw Amersberg heb ik u van hart tot hart gesproken. Dat u naar mij wilde luisteren, waardeer ik. En ik dank u.